Iedereen, hoi allemaal, welkom bij Disney Vlog. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dat vooral. Ik begint geen blauw duimpje omhoog te doen. Het gaat, ik ben heel erg lang niet online geweest natuurlijk. Straks ziet het echt niet uit. En dat komt vooral omdat het echt even een crisis hier is. Maar ik ga voor jullie nu veel meer vloggen, want dan vermaak ik jullie ook een beetje. Want we hebben allemaal net een NL alert gehad. Dus het is ondertussen heel erg leuk te spelen, zegt hoi. Hoi. Hier met de Lego. Maar we hebben allemaal net een NL-alert gehad op mijn telefoon. En deze vlog kan je al raden, het gaat over het coronavirus. Het is wel echt even een besef. Wij waren, dus ik ben blij dat we net nog even naar buiten zijn geweest, hè? Ja, we mogen nog in de achtertuin. Ja, we mogen niet. We moeten het liefst op eigen terrein en alles blijven. En dat is wel echt even besef hoe ver het is gekomen, hè? Maar ja, dus ja, eigen terrein en 1 meter, 1,5 meter van elkaar af zijn. En ja, en wij moeten nu ook 1,5 meter. Eigenlijk, ik mag niet zeggen dat het een lockdown is, want dat is het nog niet. Want dat hebben ze nog niet gezegd. Ik ga dat ook niet zeggen. Maar ik weet zeker, zei ze ook, je zei 3 weken thuis. Jongens, we hebben 3 weken. Ik denk, ik zou echt, ik ga veroordelen, ik ga gewoon wachten. Tot met mijn vakantie weet ik gewoon zeker dat we thuis zitten. Dat weet ik gewoon bijna zeker. Maar omdat ik natuurlijk niet echt, de een zegt dat, de ander zegt dat. Dus ik heb echt even gekeken wat deskundigen zeggen van de zorgers en alles wat ze zeggen over het coronavirus. Want ja, ik denk dat is dan misschien het meest logische. Want het, vandaar komt een ander verhaal, vandaar komt een ander verhaal. Oké, mag ik mijn trein houden? Welke? De grote. Pak eens op. Nee. En ja, dus het is echt even heftig, maar vandaar hoor een ander verhaal, vandaar hoor een ander verhaal. Je hoort echt van alles een ander verhaal, maar je moet even niks geloven meer. Doe gewoon wat je zelf wil. Ga niet zomaar meer naar buiten. Het is eigenlijk gewoon, we zijn eigenlijk in quarantaine. Ja, we kunnen gewoon quarantaine gaan zeggen. Het liefst wel, boodschappen doen wij ook gewoon niet meer bij bestellen bij de pick-up. Ja, we willen liever ook niet meer de boodschappen doen. Dus dat doen we bij de pick-up. En wij zorgen, en dan ga ik nu mijn verhaal vertellen hoe wij zorgen dat wij ervoor zorgen. Oh, hoe wij zorgen dat wij een beetje anderen niet kunnen besmetten en alles. Want wij wonen naast een oude buurman en daarnaast ook nog iemand die ook een beetje aan de leeftijd zit. En ik zeg, ik wil echt gewoon niet die oudere mensen besmetten. Het kan zijn dat ik bijvoorbeeld corona heb, of mijn zusje, of mijn vader, maar we zijn niet ziek. En dat is al echt even heel erg raar dat het kan. Maar het is wel echt even belangrijk dat we even time-out nemen. Maar wij zorgen er vooral voor dat wij zoveel mogelijk binnen blijven. Nou, mijn zusje en ik nog wel eens naar buiten gegaan, maar nu doen we dat ook niet meer. En er worden echt afspraken thuis gemaakt, want als we met z'n zessen zijn, wordt het hier niet gezellig hebben. Met z'n zessen hier zijn, is het niet echt gezellig in huis. Maar dan zorgen we ook weer andere dingen voor. Kom, we gaan allemaal complimentjes aan elkaar geven. Kom, we gaan allemaal lekker film kijken. Die, en als het soms, in het weekend is dat vooral bij onze verveling toe te slaan. En als iedereen klaar is met zijn schoolwerk en alles, dan ben ik degene die het minste. En ik moet echt zien hoeveel hun hebben. Maar ja, ik ben ook, ik ben niet de jongste, mijn zusje is de jongste. En daarna ik. Ik heb het meeste. Nee, Laurie. Jawel, ik heb het meeste. Helemaal niet, Laurie, je hebt helemaal niet veel. Ik heb het meeste hoor. Ja, maar wij krijgen allemaal nog heel veel. Maar zij heeft inderdaad het meest. En dat wordt steeds minder. En ik, mijn papa die heeft de mail naar die opgedaan dat ze niet ook leuke dingen moet doen. Ja, ik heb gewoon nog keuzes en alles ertussen. Nee. Maar ik krijg ook veel meer deze week hoor. Dan krijg ik allemaal rooster, moeten we uitprinten. Nou, dat printen wij gewoon uit, want ik anders vergeet ik alles. Maar daar zorgen we echt voor dat we allemaal ons kunnen vermaken. Volgende keer maak ik een vlog op mijn zusje haar kamer. En we zijn nu dan met z'n drieën en dan is mijn vader lekker aan het keutelen in het nieuwe huis. Ook wel echt fijn dat we in deze periode in het nieuwe huis wonen. Want we kunnen lekker keutelen overal. We zijn niet aan het hamsteren, jongens, maar we hebben wel gewoon, omdat, nee, want het is gewoon, omdat papa heeft dit al gezegd voordat dit was. Wij gaan gewoon maandboodschappen doen. Dingen wat je heel erg lang vond. Maar dit zijn 2 weken boodschappen. Ja, dit zijn dan voor met z'n zessen 2 weken boodschappen. En dat is geen hamsteren bij ons. Wij hebben gewoon zoveel boodschappen nodig omdat we met z'n zessen zijn. Dus er gaat bij ons 3 boterhammen per week door. 3 boterhamzakken.
heel veel, want echt de een eet meer dan de ander. Nee, en ik eet helemaal niet veel. Nee, wij eten ook geen potgroenten trouwens, dus dat kopen wij ook niet. En wij eten gewoon diepvries en gewoon, ja, ook wel eens potgroenten hoor, maar dat vinden we niet erg lekker. Ja, dat is echt kieskeurig. En ja, je ziet wel echt bij sommige dingen, het is allemaal gewoon uitverkocht. Voor meel, wat doen mensen met meel? Pannenkoeken bakken en brood bakken. Ik ga op mijn kont zitten, want ik krijg slaapte. Wat ga je doen? Ik ga En ja, zo moet toch iedereen een beetje voor elkaar gaan zorgen. En nu kan ik wel zeggen, ja, we doen dat en dat voor elkaar. Maar zelfs brieven schrijven raden ze ook nu af, hè, jongens. Ik, hoezo? Het kan via spullen naar mensen gaan. Ja, ik zit heel erg laag. Het kan van mensen naar spullen gaan en dat is ook wel echt even... Ja, dat is ook mijn auto. Maar dus ja, wij zijn er echt van verzekerd. Dat is echt heel erg. Ja, die heeft skelettensoep. En de soep gaat verbranden, zie je? Ja. En ja, wij zijn dus met mijn stellen echt heel erg aan elkaar nu vast. En dat is wel echt even van denk, ik zit een beetje op mijn kamer te keutelen, berecht je een beetje, heb je nog. En we zijn met natuurlijk met 1, 10 jaar toch? Ben je? Ja, 10. En ik ben al 11, bijna 12. En ja, dan zitten we nog. Laurie is 16. Weet je wel echt niet. En Luc is 14. Dus dan echt 3 pubers. Ah! En iemand die gewoon wil spelen met iedereen. Dan weet niemand heeft er zin in. Iedereen zit achter zijn telefoon. En dan ja, na 2 uur wil je ook niet op je telefoon zitten, hè? En dan gaat echt de verveling hier toeslaan. Dan kijk je zo graag. Deze opbranden. Oh, laat mij even staan. Doe je zoomt dus samen. Maar dat en wij zorgen zo. Ook als wij bijvoorbeeld fietsen buiten, dat vinden we ook heel erg leuk. Dan fietsen we heel erg om mensen. Het is misschien heel erg raar, maar... Echt moet. Het moet inderdaad, maar het is wel echt even pittig voor ons. Want ik ben echt iemand die niet zonder school kan, niet zonder de boerderij. En ja, dan krijg je ineens zo een alert. Die hebben hoeveel miljoen mensen? Een paar miljoen mensen gehad vandaag. Ik heb hem net pas binnen. Waar is mijn telefoon? Hier. Kijk, ik heb hem net zelf pas gedaan. Binnen. Ik heb hem zelf gedaan. En ik wil graag vandaag met Jasmine gaan spelen, maar dat gaat ook al niet meer door. Goed zo. Nee? Jasmine, maar dat gaat ook al niet meer door. Even de deur dicht, Breg. Nee. Jawel, dan doe ik het zelf. Maar ja, dit is wel echt even... En wij doen ook vooral echt, wij wassen onze handen sowieso, want hier in de familie is een beetje gesmet geweest volgens mij. Maar alles wat wij doen, van school afkomen, voor het eten is logisch. Wij hebben een soort van sowieso in de familie een beetje gesmet geweest. Want ja, het is toch belangrijk om je handen schoon te houden, want daardoor word je ook steeds minder snel ziek. Oh, dat is lekker. Dat is van de olifant waar ik op zit. Maar ja. Dus ja, wij zijn sowieso van het handen wassen, maar ja, het is toch wat... Speel Spotify af. Dat is wat Tina vraagt. Ik heb alleen Google. Maar ja, we zitten echt even in een... Ik denk ben jij op Spotify? Ja, maar hij doet het soms niet, dan vraag je het verkeerd. Maar wij, ik denk echt dat die lockdown Google aankomt. Speel duurt te lang af. Brug. Duurt te lang van Davina Michelle. Hoezo? Hey Google, zet de muziek uit! Nee, ja. Jij begint. Ja. En... Dat maar... Ik haal die Lego weg. Wacht even. Nee, wacht. Maar, hoe heet het? Zijn... Bedrijf, wat vind jij van het corona? Of ze mogen hier naar buiten. Nee, mensen mogen niet buiten. Maar het is hier nog steeds sterven, het is druk. Maar Brecht, wat vind jij van het corona? Ik ga even zitten. Kom eens je mening geven. Ga eens daar zitten en geef je mening eens. Hoi. Hoi. Kijk. Niet. Brecht, geef jij je mening eens. En waar, hoe zorg jij dat je het corona niet krijgt? Niet. Echt? En jij doet het vandaag. We hebben beeld. Zo lang. Nee, dan ben ik overbelicht. Ja, zo. Maar hoe zorg jij ervoor? Nee, die moet ook in de potten staan.
Hoe zorg jij... Wacht. Hoe zorg jij dat je geen corona krijgt? Om mensen heen lopen. En een goed je handen was. Ook al deden we dat altijd al. Bleh, moest dit muziekje echt... Het duurt lang. Dit liedje hoorde ik als ik... Bella. Ik heb kimpje? Nee. Ja. Misschien nu meteen. Maar ik ga even de vlog afsluiten. Dit was een hele intensieve video, jongens. Maar als je nog niet geabonneerd bent, doe het vooral. Vergeet natuurlijk geen blauw duimpje omhoog te doen. Hoeveel blauw duimpjes omhoog gaan we op? 10.000. Gaat het rustig? Komt er een deel 2 van een Q&A. Ik hou jullie op de hoogte natuurlijk. En als jullie willen dat ik een dagvlog ga maken, zet het dan in de reacties. Doei!